Dames en heren, in deze nostalgische zaal, deze zaal met heel veel geschiedenis, het Forum in Schoten, die aan een opknapbeurt toe is, maar waar de gemeente drukdoende is om fondsen te verzamelen om die opknapbeurt te realiseren. Een nostalgische zaal, wat zouden we beter kunnen gekozen hebben om de Strangers te vieren. Welkom ook, dames en heren, in naam van Marnixring, Voorkempen, Pater Strakke. Wij doen wel aan politiek. Dat wil zeggen, wij ijveren en wij streven naar een mooier, een beter taalgebruik, mooier en beter Vlaanderen, naar een zelfstandiger Vlaanderen, een Vlaanderen dat zelf voor het zeggen heeft en dat losgekoppeld wordt van alle bevoogding en bemeestering. Dus ja, wij doen aan politiek. Pater Strakke, dames en heren, die staat daar. En u hebt vandaag het voorrecht om als eerste met het borstbeeld van Pater Strakke te mogen kennismaken. Want wij hebben dat zeer onlangs door een heel gelukkig toeval op de kop kunnen tikken. Letterlijk, op de kop kunnen tikken. En daar staat onze pater. Het is de eerste keer dat we hem hebben meegebracht. Eigenlijk om te zien of dat die strangers dat allemaal wel zouden doen zoals het hoort. Welkom, Pater Strakke. De strangers zijn vier getrouwde binken, Antwerpse jongens. Marnixring is een serviceclub, een Vlaamse serviceclub. Marnixring Voorkempen, Pater Strakke, de plaatselijke ring die voornamelijk in de Voorkempen actief is en daar zijn leden recruteert, reikt elke twee jaar een prijs uit, de Jozef Simonsprijs. In de schoot van de vereniging werd een werkgroep samengesteld om de organisatie in goede banen te leiden. De voorzitter van die werkgroep wordt verondersteld in zijn toespraak die prijs te duiden. Als je wil weten hoe het komt dat ik hier sta en niet iemand anders, luister. Ik ken iemand doet ministerie, maar een breur is politiecommissair. Een nichtje van mij, Europeeren, was altijd beroepsmilitair. Maar een pa is delegair van de vakbond, maar een onkel partijmilitant. Wel, deze maîtresse is de secretaris van de raakswacht, kapitein-commandant. Zijn zoon die is priester, die kent de minister, die het doet maar dat jobje ondaant. Wij amuseren de mensen in ons dialect, want iedere vogel zingt altijd, laat dat hem is gepikt. Ik weet, het is niet hoogstaand en het is morgen woemen. Maar het komt het ons hart en wij vinden het schoon. Als we anders zouden doen, dan klonk het slecht. Dan was het geforceerd, dan was het niet echt. Met deze niet zelf bedachte woorden wil ik verantwoorden waarom de Jozef Simonsprijs dit jaar aan de Strangers wordt geschonken. In 1951 begonnen vier Antwerpse jonge snaken een close harmony zanggroepje. Voor de taalpuristen in de zaal, een vocaal kwartet dat meerstemmige muziek vertolkt. De John, nee, niet Lennon, die zou een paar jaar later ook mee een groepje beginnen in Liverpool, maar onze John, Alex, Gust en Paul treden voor het eerst op in mei 1952, al 63 jaar geleden. Toen nog niet in hun echte moedertaal, het Antwerps, dat wordt pas vanaf 1961 een fout. Dankzij het succes bij het grote publiek, ook dankzij de radio en de televisie, leren minstens twee generaties Vlamingen de grootste wereldhits kennen met grappige teksten in hun eigen moedertaal. Marnixring Voorkempen, Pater Strakke, gelooft dat de Strangers op die manier de Nederlandse taal en cultuur met de paplepel hebben meegegeven bij jong en oud. Zoals Jozef Simons hebben ook Gust en Alex liedjesteksten geschreven. Op een heel andere manier dan Jozef, maar daarom niet minder efficiënt, hebben zij hun toehoorders Vlaams bewuster gemaakt. Ik keek in mijn dromen vannacht naar tv, naar tief sport en programma, en drama's en schoenprogramma's. Het was niet te geloven, het was op de BRT. Natuurlijk, als je zoiets zingt, dan moet je niet verschieten dat de baas van de BRT uw repertoire op de index zet. Ik heb zitten brullen met grappige knullen, die gaven een show in een soort circustent. Maar de presentator die zei even later,
Dit was rechtstreeks vanuit het parlement. Er is ook nog een liedje over Jacques B., Jacques Bérel. En over een ander liedje, het scholijke van Komen. En op de keper beschouwd zijn al hun liedjes, behalve grappig, ook maatschappijkritisch. Maar zeggen of zingen wat het volk voelt, is voor bepaalde gezagsdragers in dit land ontoelaatbaar. De populariteit van de Strangers in Vlaanderen is even groot als de populariteit van dat andere groepje, van die andere John in Liverpool. De Beatles hebben daar een museum. Ik durf zelfs de hoop uitspreken dat de Strangers na de Joseph Simonsprijs binnenkort ook een museum zullen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat met ons vele andere serviceclubs daar geld voor veil hebben. Ich nun, ich armer Tor, zei Faust. En hier sta ik nu, arme dwaas. Ik die eergisteren nog met Fred Brouwers, en u kent allemaal wel Fred Brouwers van zijn commentaren bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd en van zijn vele muziekpresentaties bij de Omroep. Een paar dagen geleden zat ik dus nog met Fred Brouwers te kletsen over de noodzaak van het gebruik van zuiver algemeen Nederlands. En nu kom ik hier de lof zingen van het Antwerps dialect van de aanwezige Nederlandse streek. De zeer geleerde humanist Johannes Goropius Becanus, alias Jan van Gorp uit Hilvarenbeek, lijfarts van koning Philips II, Goropius Becanus, die in Leuven onder meer filosofie en taalkunde had gestudeerd. Hij had Frankrijk, Italië en Spanje bereisd, sprak vloeiend Latijn, Grieks en Hebreeuws en werkte mee aan de fameuze Biblia Polyglotta, de veeltalige Bijbel. Niet voor niks wordt hij als een van de vaders van de vergelijkende taalkunde beschouwd. En die man heeft uiteraard wetenschappelijk bewezen dat de Antwerpenaren de taal hebben bewaard van de Bijbelse Jafet, die nog meegebouwd heeft aan de toren van Babel en die nog de ene echte oertaal van de eerste mensen sprak. En daar ga je. Maar ik zat voor het schrijven van deze laudatio nog met een andere vraag die mij door vele vrienden is gesteld. Hoe kunnen die Marnixen van Schoten de naam van Jozef Simons met de Strangers verbinden? Gaan die twee wel samen? Op die vraag heb ik een vrij gemakkelijk en zeer bevredigend antwoord gevonden, omdat ik twee goede en betrouwbare bronnen had waaruit ik mijn zuiver water kon putten. Bron 1. Het tijdschrift Heibel en de stad Herentals. Die twee entiteiten reiken ieder jaar een Nestorbeeldje uit aan mensen die zich een carrière lang verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaamse cultuur. En in 2012 hadden ze daar in Herentals al het lumineuze idee gehad als laureaten te kiezen het echtpaar professor emeritus Ludo Simons en de dichteres Jo Giesekin voor de burgerlijke stand Leentje van de Meulenbroeken, met E en niet met U achteraan, samen met niemand minder dan de Strangers. O Felix Communio, het is daar een geslaagde en gezellige prijsuitreiking geworden. Bron 2, Ludo Simons zelf. Zoon van Jozef. Ludo en Leentje zijn sinds vele jaren onze goede vrienden. En je kan daar dus alles aan vragen. Ludo heeft ons al veel over zijn vader verteld. En onlangs zei hij nog het volgende. Kom daarop neer.
wie van Jozef Simons alleen liederteksten kent als Susannina en anderen die hier al genoemd zijn. Susannina, dat tot vandaag in de kersttijd nog in werkelijk heel Europa uitgevoerd wordt. Of als hij van de oudere generatie is, zich de stapliederen herinnert als Kempenland of Schoon is de Heide of Als de Prem bloeit of Voor Ouder en Heerd of weemoedige Kempische versen als Naar wat de dennen fluisteren of Heimwee doet ons hart verlangen, die kan zich misschien met enige verbazing afvragen, Jozef Simons en de Strangers, zijn dat geen twee totaal verschillende werelden? Het antwoord is ondubbelzinnig. Jozef Simons zou met het grootste plezier de naar hem genoemde prijs persoonlijk aan de sympathieke Antwerpenaren overhandigd hebben, mocht hem een langer leven vergund zijn geweest dan de 59 jaren die hij maar op deze aardbol heeft mogen doorbrengen. Op grond van al deze overwegingen, dames en heren, ben ik ervan overtuigd dat Jozef Simons in de hemel, waarin hij geloofde en waar hij dus nu al wel zal vertoeven, op dit eigenste ogenblik hinterboven de zondagmis verzuimt om toe te kijken op de hoogmis die hier en nu in Schoten wordt opgevoerd, niet met Gregoriaanse gezangen, maar met liedjes van de Strangers. En hij zal er, ik ben ervan overtuigd, goedkeurend bij zitten glimlachen. En om mijn verhaal helemaal op zijn Strangers af te ronden, nog vlug deze anekdote. Het is u allemaal bekend dat Jos Gijzen, destijds op Radio Limburg, ettelijke grote vedetten van het lichte lied gelanceerd heeft. Jacques Brel, bijvoorbeeld. Hij heeft ooit ook Dalida naar zijn studio gehaald. En op het einde van zijn gesprek met haar vroeg hij heel serieus: Connaissez-vous monsieur van der Linden, madame? Bien sûr que non, monsieur, qui est-ce? Antwoordde Dalida verbaasd, waarop Jos de Strangers op haar losliet met een schallende schele van der Linden op de melodie van haar Gigi Lamoroso. De geschenken die daar rondkomen, maar daar hebben we heel leuke meisjes voor gevraagd om er u dat te geven. Ja, natuurlijk. Ik wacht nog even, dus we gaan eens discuteren over die geschenken. Ja. Het is een geldprijs ter waarde van 1500 euro. En voor wie twijfel. Door ons 50-jarig bestaan. Nog voor masker. In beelden leven. En die geldsom niet onder ons vier gaan verdelen, zullen wij die liever schenken aan Walders voor Walders. Boeders voor boeders. Bedankt, beste vrienden, je achte Marnix-riem. Walter Strakke. Hoe kent men? Dat we dat nog mogen meemaken, dat vind ik voor mij al, echt waar. Ik had daar nooit niet gedacht dat we al 50 jaar bezig zijn, dat we terug
de kersen op onze liedjes staart krijgen. Want uiteindelijk is deze de prijs en dat is de kers op de taart, jongens. Er zijn er nog een paar, want we moeten zien staan voor discussiëren in het gemeentebestuur. Want ik zou geen hier de buurman van Antwerpen willen. Die vorige, dat was ook de strangers, Churchill onder andere. Dus dan hadden we er niet eens vier. We konden wel protesteren, maar die vorige burgemeesters waren niet klaar. Hè. Die hebben ons allemaal gebruikt. En waar hun ook natuurlijk. Spijtig voor ons twee vrienden die ons ontvallen zijn. Paul Dollens en de Guus Dorfs. De Paul Dollens, dat was de zingman van een schoenmaker. En de Paul, dat was bij ons de oudste. Maar dat was de meest geschikte voor Schelen aan de Linde. Sorry, kerstgoosjes, dat er maar niet bij was. En voor de Guus Dorfs ook, dat vind ik ook heel spijtig. Dat was de eerste die de liedjes begon te schrijven voor de strangers. Maar nog ding was dat dan ook Italisch geworden. En dan uit de Guust ontslag genomen. Voor wat? Dat weet ik niet, vader. Maar dat was dan echt een tekstschrijver en dat leks. Om familiale reden. Familiale reden. Wat moet dat erbij schrijven voor de speech dan, hè? Nee, serieus. De Guust die rijdt ervoor gezorgd. En uiteindelijk heeft Alex mij geholpen, omdat een plaat wat twee delen was, de A en B. En Alex die deed een bijkant en Guust een bijkant. En Alex deed een A-kant en Guust deed een A-kant. Het was altijd Wieke en wij. En dan moet ik wel toegeven, van de 425 liedjes, ze hebben gemokt en met dank bij ons, 425 liedjes, zijn er toch zeker onderbij die politiek zwaar beladen zijn. Dat doet wel. Maar ja, ik wil alleen maar zeggen van wat dingen, dat van Brel. Als we dat eens konden brengen, dan zou ik al een volgende gemengd zijn. En dan ook de linke geekjes. Vallen er frangen? Nee, zeker. Dat is niet zo. Dan hadden we ook nog jacht, Belgen jacht. En we hadden nog de... Ja, en dan het schouwelijke van Komen, heb ik ook gehoord. Wat kende dan het schouwelijke van Komen? Dat is zo van, iedere dag, is de Komen hier een lach, met die schouw van Doppelkinder. Die schouw van Vlaamse kinderen. Nee, Vlaamse kinderen, die doen we niet geworden, die anderen. Nee, maar moet eerlijk zijn, als je nogal iedere dag... Als ik nou naar het nieuws luister op de televisie, op de radio, de nieuws lezen, dan denk ik, tjie, hier past dat leekje van toen. De leekjes van ook iedere dag na nog, hoor ik dingen met de vorige regeringen, waar hij nou zegt, wat is ze? Terug op neef en die zit in de oppositie. Hoe is het mogelijk? Hoe durven ze? Nou wel, dat vind ik daarna heel snel aan gezegd. We hebben wel geschreven, dank je Alex, voor de bijdrage, jongen. Want dan duurt het zelf ook kwijt dat je een zand verlegen geweest niet verlegen. Maar ik denk wel dat we alle vier van overtuigd zijn, mensen, dat we zonder ons tekstschrijvers, echt te gewoon, hadden zeker zo lang niet kunnen uitzingen. Dank je Alex. Inderdaad. Voor we het publiek met ons Antwerps hebben besmet, zongen we in de 50er jaren 15 platen vol in vlekkeloos ABN. Weliswaar niet met onze eigen teksten. Heb ik het bij het rechte eind, als ik vermoed dat de meeste toehoorders geen weet hebben van die ABN-productie van ons. Ten einde dit theater uit de wereld te helpen, laat ik u nu kennis maken met enkele pareltjes uit ons Nederlandstalig oeuvre. Wegens verkouden en bejaard kan ik niet garant staan voor een degelijke stemkwaliteit. Eerste stuk, Suiker, gezongen samen met Jo Leemans. S'morgens wil ik suiker, s'avonds wil ik suiker, suiker is o zo goed. Wees mijn suikerkontje en maak mijn leven zoet. S'morgens wil ik honing, s'avonds wil ik honing, honing is o zo goed. Wees mijn honingraadje en maak mijn leven zoet. Jongens, school is in bed, ik ben hier dan even geloven dat je altijd trouw zult zijn. Ik wil jou geloven, maar ik lust geen azijn. S'morgens wil ik suiker. Dat is goed. Hé, we hebben een verhaal. Tweede pareltje. Waar is het Cijoli? Waar is het Cijoli? Als in het gay Paris.
Oui, daar is toute la vie. Belle, belle, aussi belle. Waar vindt de mens toujours zoveel de coup d'amour? Als je wilt kussen, 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 wacht niet, mon ami. Als je wilt kussen, 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 ga dan naar Paris. Dat is bevolkelijk, hè? En tot slot het nek plus urne. Kittelpolka. Kom jij eens hier, dan zal ik jou eens kittelen. Hier en daar en overal. Zit daar maar voor, ik vind het fijn om jou eens flink te kittelen. Hier en daar en overal. Van je kiele, kiele, kiele. Stop af. Van je kiele. Zonder waar ik zie de jongens daar. Uw opa tussen daar, Marie. Van de vet die kruiken, weer je platte kluiken. Voor dat alle man doorzien. Niemand spreekt u tegen, iedereen is verlegen. Want waar zit de man der wet? Die dat paar momenten zonder complimenten alles in zijn boekje zit. En zodan is op de post een waarheid vrouw van doen. En ze golven er de kost, dus ik op de dakkers doen. En ik zei om die me dan die had de deur van open doen. Ik zei een waarheid vrouw, een waarheid vrouw, een waarheid vrouw, een waarheid vrouw, een waarheid vrouw. Dan zei ik hier. Onder ons gezegd is daar die woord. Ja, ja. Op zo'n poster worden om de jaar. Hallo. Ik zeg een waardvrouw. Een waardvrouw. Een waardvrouw. Een waardvrouw. Een waardvrouw. Dat zeg ik hier. De roep van grote moe. Het was een wink en bent het toch goed. En ik vreep me kan niet meer.
niks aan zijn razen. Nog die vrij of norm wat jij. Felix zoekt het in de prazen. Met de water meer dan zij. Ik zat al jaren op de top, morgen na een vaste job. En op de roos, zijn vrije content, oh oh, zijn polisenagent. Polisenagent, die job is echt die van de boos. Dat is juist gelijk als heel spring loos. Dus je begrijpt, zijn de gerenpot, dat is ik verwaard. Tot slot van dit mini-optreden, een ode aan Antwerpen.
Ja, maar dat is niet gekend. Antwerpen, ik zie naar zoeken. Antwerpen, waar ze maar lief. Ik wil mij aan te veren. Ga ze maar schoester gerief. Hoe zou ik ooit kunnen leven? Simpel te zeggen, vuur maar de echte signaal. Omdat ik hier niet ontdaan, in die stad wil ik leven, zes van mij en van aan. Thank you.
Ja.